Ozilay leek begin vorig jaar nog voorbestemd voor een toppositie in de Chinese regering. Maar in maart kwam hij ten val vanwege een moord die zijn vrouw had gepleegd. Het zijn de hoofdpunten. En er is geen verkeersinformatie, dus gaan we hier op Radio 1 gelijk verder met Jeroen Wielaert, ergens verderop hier in Hilversum. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen. In de herfst van 2008 heeft Wouter Bos met veel machismo een historische transactie voltooid. De overname van Fortisbank en ABN AMRO Nederland. Kostte 16,8 miljard. Minister Jeroen Dijsselbloem wil nu een snel besluit over de eventuele verkoop van ABN AMRO. De bank is gezond gemaakt en de argumenten moeten nu op een rij worden gezet. Wat is wijsheid. Wij hadden bij het begin van het academisch jaar de Amsterdamse hoogleraar Alexander Rinnoy-Kan in de bus, voormalige voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En die beweerde dat de economen zichzelf ook enigszins moeten heruitvinden. Bij ons nu in de bus Zweden van Wijnberger, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dwarsdenker ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is, ook gelet op die observatie van Alexander Rinnoy-Kan, eigenlijk in deze, de ABN AMRO, de juiste weg met zoveel verschillende variabelen? Ja, nou, de opmerking van Rinnoy-Kan, die kan ik hier niet zo plaatsen. Want het is mijn zin is best duidelijk wat er moet gebeuren. Je moet besluiten, willen wij een door de staat gerund banksysteem of niet? Als je dat niet wil, wat wij al heel lang geleden besloten hebben, dan moet je er ook uit, zo gauw dat kan. Dat lijkt mij heel eenvoudig. Dus gewoon nu? Ja, zo gauw die bank stabiel is. Niet meer aarzelen? Nee, kijk, je moet kijken of het duidelijk is wat je verkoopt. Een paar jaar geleden was het verslagen onduidelijk. Die bank was in stukken gehakt. Het management was weg. Het was één grote chaos. Dat was een onverkoopbaar iets. Je had kunnen kijken of je private partijen erbij had willen betrekken. Dat had ook te maken met de chaos bij Fortis, hè? Die inmiddels helemaal verdwenen. Ja, dat was één grote chaos. Dat was niet eens de fout van ABN AMRO. Maar het was een chaos bij Fortis dat grote stukken van ABN AMRO opgeslokt had. Zeg maar ABN AMRO Nederland grotendeels. En ja, dat werd een enorme puinhoop. Fortis is ontploft. En ABN AMRO is mee naar beneden gezogen. Nou, dat is uit elkaar gerukt. Gewoon met een groot mes langs de landsgrenzen. En dat werd daar maar neergezet. Nou, dat was niet verkoopbaar. Niemand wist precies wat het was. Er moesten integratieproblemen, de-integratie. Het moet van alles gebeuren. En het was een groot chaotisch iets. Ja, en dat is de afgelopen 4-5 jaar eigenlijk gebeurd. Salm heeft daar, ja, moet je meegeven, ooit op zaak gesteld. En daar een rustige, normale, niet erg ambitieuze bank van gemaakt. Zoals men hem tegenwoordig wil hebben. En dat, ja, daar is hij goed mee op weg. Het is nu een stabiel iets. Je weet wat je koopt. En dus nou vind ik het eigenlijk wel tijd om voor de staat om te zeggen, het is geen gevaar voor de stabiliteit meer. Wij kunnen eruit. Nou, desondanks zijn er heel veel burgers die ook hun twijfels hebben. Het enige wat ik weet is dat ik niet rood sta. 0800 1121, dat is het nummer waar ook die bezorgde, dan wel nieuwsgierige burgers naar kunnen bellen met hun opmerkingen hierover. Tweeten kan naar hashtag lijn 1 en mailen naar lijn 1 apenstaartje ntr.nl. Beloftes. Wouter Bos zei het destijds zo, toen de transactie voltooid was namens de staat. Uiteindelijk
denk ik dat het in belang is van de Nederlandse spaarders en ondernemers. Uiteindelijk is het iets waar we allemaal beter van worden. Aldus Wouter Bos destijds, onder andere voor het NOS-journaal. Nu is de vraag, worden wij beter van de wederverkoop van ABN AMRO? Daarover ook aan de telefoon. Sylvester Eifinger is hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent toch iets anders gestemd over die mogelijke transactie van ABN AMRO? Nou, dat op een zeker moment ABN AMRO vervreemd moet worden, dus in private handen, daar ben ik een voorstander van, natuurlijk. Dan is er nog die discussie, moet je daar een minderheidsaandeel, het zogenaamde gouden aandeel, in hebben? Of moet je dat onderbrengen bij pensioenfondsen of verzekersmaatschappijen? Maar dat is een andere discussie, denk ik. Het gaat dus nu eerst over, verkopen of nu? Verkopen of niet? Nou, daar ben ik dus op zich ben ik daar een tegenstander van om dat nu zo spoedig mogelijk te verkopen. Om twee redenen. De eerste reden is dat de opbrengst van ABN AMRO waarschijnlijk maar 10, 15 miljard zal zijn op dit moment. Gegeven de markt, om maar zo te zeggen. En dat vind ik eigenlijk veel te weinig. En je hebt dus de optiewaarde van het wachten. En die optiewaarde van het wachten, die gooi je weg als je het nu gaat verkopen in 2014. Dat is één. En twee, ik vrees dat kabinet, natuurlijk verlaag je de staatsschuld daarmee, maar je verlaagt ook je inkomstenstroom, je dividendstroom van ABN AMRO. Daar krijg je dan wel als voordeel weer terug een lage rentebetaling op je staatsschuld. Maar ik vrees dat dit dus ook weer zo'n argument is voor het kabinet om de noodzakelijke structurele hervorming van de Nederlandse economie weer eens een jaartje uit te stellen. En we moeten nou echt eens gewoon een aantal zaken hervormen, zoals de arbeidsmarkt, woningmarkt, pensioenen. Nou, we kunnen nog even doorgaan. En het kabinet heeft dat maar continu uitgesteld, op de lange baan geschoven. En ik vrees dat dus die verkoop van ABN AMRO ook weer zo snel moet gebeuren voor de verkeerde redenen. Duidelijk. Zweden van Wijnbergen zit hier een beetje te grinniken bij het aanhoren van deze. Dat doet hij altijd. Deze reeks argumentatie. Als Sylvester praat wel, ja. Wat is dan het tegenargument? Nou ja, hij geeft twee redenen. Het eerste is, we krijgen er later meer geld voor dan de markt nu zou willen geven. Ja, dat is een beetje Erik Staal denken. Die dacht ook dat hij beter, de baas van Vestia, die dacht ook dat hij beter wist dan de markt. Ja. Nou, dat kan ook wel eens verkeerd uitpakken, hebben we gezien bij Vestia. En ik vind dat soort speculatief gedrag geen taak van de overheid is. Tweede punt, ja, daar zie ik de logica gewoon helemaal niet van. Ik zie het verband niet tussen nu al dan niet verkopen van ABN AMRO en het al dan niet doen van hervorming op totaal ongerelateerde gebieden. Kijk, ABN AMRO wordt niet verkocht om geld te krijgen. De Nederlandse staat heeft nog nooit zo makkelijk gehad om zijn schuld te financieren als nu. De rente is nog nooit zo laag geweest. Dus dat is helemaal het probleem niet. Nou, maar Eifinger bedoelt eigenlijk, als ik goed begrijp, dat het een beetje een dubbele agenda is. Ja, maar daar kan hij geen inhoud aan geven. Dus het heeft niets met elkaar te maken. Het al dan niet verkopen van ABN AMRO heeft geen enkele invloed op het al dan niet doen van arbeidsmarkthervorming. Heeft er niets mee te maken. Dus ik zie helemaal niet waarom je zegt van ja, ga nou maar eerst die arbeidsmarkthervorming verkoop dan. Maar ABN AMRO, het staat totaal los van elkaar. Nou ja, ze hebben gewoon haast. Ze hebben gewoon haast om de boel weg te doen. Maar dat heeft er niets mee te maken. Je kunt allebei doen, je kunt het niet allebei doen. Je kunt de een doen, de ander wel. Het staat voorkomen los. Het zijn andere mensen die het doen. Het is op geen enkele manier enig verband te vinden tussen die twee. Dus dat tweede argument is gewoon niet relevant. Eifinger? Ja, nou ja, kijk. Op het eerste punt, Zweden van Wijnbergen heeft geen glazen bol. Die heb ik trouwens ook niet. He, dus daar kunnen we niet over speculeren. Alleen het wachten op een later moment, als inderdaad toch de diepte van de crisis gewoon voorbij is, waarbij de markt hersteld is en waarbij banken toch ook weer wat beter in de markt liggen, om maar zo te zeggen. Die optiewaarde van het wachten, die moet je niet weggooien. Ik vind dat heel onverstandig, want je hebt dus gewoon de tijd om dat nog even af te wachten. Ik wil niet zeggen in de eeuwigheid, maar in ieder geval een paar jaar. Dat is ook het voordeel. Dat is ook het voordeel. Misschien mag ik daar nog even op ingaan. Budgetair kan je wel zeggen, die zaken zijn niet gerelateerd. Maar voor het kabinet Rutte 2 is dat al wel degelijk gerelateerd natuurlijk. Nee, want het kabinet heeft enorme problemen. Eén, om structurele hervormingen te voeren. Ze zitten nu eigenlijk in, met
eigenlijk continu zeg maar, op de bezuinigingslijn en de lastenverzwaringslijn. En de reden dat het kabinet zo snel wil vervreemden, heeft natuurlijk toch te maken op een zeker moment met de budgetaire situatie. En er is, mag, nu even lijn 1, er is nog een derde partij, dat is namelijk de burger. Er is nog een partij, de burger en de belastingbetaler. Ja, maar je moet natuurlijk wel realiseren, het heeft helemaal niets met de budgetaire situatie te maken. Dat heeft gewoon geen invloed op. De opbrengst van ABN AMRO wordt niet gezien als wordt niet geteld tegen de 3% norm. Dat heeft, staat er voor kop los van. Het is gewoon een fout. Dat is onzin. Maar Eifinger beweert dus dat dit ook beter is voor de burger, toch? Nou, ja, dat is Erik Staal denken. Kijk, dus hij zegt van er zit een, als je wacht, dan heb je in feite een optie. En wie weet komt hier in het geld uit. Ja, nou ja, dat is dat soort derivatenspeculatie waar Erik Staal zo enthousiast mee bezig was. Ja, ik vind dat nogmaals, of je dat nou via aandelen of via opties doet, ik vind dat geen taak van de overheid. Die behoort dat niet te doen. Dat is allemaal risico naar de belastingbetaler schuiven die daar niet voor beloond wordt. Dus dat vind ik echt serieus verkeerd beleid. Maar zo zijn er dus heel veel varianten duidelijk. Ik denk ook even aan de Partij van de Arbeid en het CDA, die nog aarzelen. Ja. Die een zeker aandeel toch willen houden. Ja. Dat zijn allerlei varianten. Inderdaad, het gouden aandeel werd er genoemd, een minderheidsbelang. Ik denk dat dat ook onverstandig is. Het is gebaseerd op de misvatting dat staatsinmenging leidt tot een veiliger banksysteem. Nou, de grootste brokkenmakers in de hele crisis in Europa zijn staatsbanken geweest. Dat waren de Duitse staatsbanken, landesbanken, spaarkassen, de spaarbank in Spanje. Dat zijn de echte grote brokkenmakers geweest. Dat soort voorbeelden zijn er. Die zijn er. En dat zijn ook de grote, dat zijn eigenlijk de hoofdspelers in de crisis, in het Europese deel van de crisis geweest. En dat gaat om honderden miljarden. Maar zo'n bank is ABN AMRO niet? Nee, maar dat is wel staatsinmenging. En dus het idee dat staatsinmenging tot veilige banken leidt, dat is gewoon feitelijk onjuist. Eifinger nog even? Mag ik even op ingaan? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat laatste punt. Kijk, je kunt inderdaad een minderheidsaandeel, gouden aandeel, door de staat laten aanhouden. Je kunt ook op een zeker moment het aandeelhouderschap bij wat meer stabiele partijen onderbrengen. Zoals pensioenfonds en verzekeringsmaatschappij, die een veel langere horizon heeft. Het grote probleem natuurlijk voor de crisis was dat de float van beursgenoteerde banken enorm was. Dat was soms van 80-90%. Dat betekende dus dat, dat geldt voor ABN AMRO voor de crisis, maar ook voor ING, dat die banken dus inderdaad vaak een hele korte horizon hadden. En dus daarmee eigenlijk dat lange termijn denken, wat zo kenmerkend voor de banken was vroeger, verlaten hebben. En dat wil je eigenlijk weer terug hebben. Dus je kunt daar ofwel een gouden aandeel, daar kun je over discussiëren of dat nou verstandig is. Ik bedoel, want het is natuurlijk toch maar een manier om zeg maar de lange horizon bij banken te induceren. Anderzijds vind ik het wel een zinvol idee om verzekeringsmaatschappij pensioenfondsen ervoor te interesseren. Want daarmee maak je het beleid van zo'n bank veel meer op lange termijn gericht. En op gaat het dus om nog meer voorwaarden inbouwen. Duidelijk meningsverschil ook over het tempo en de voorwaarden van de verkoop. Maar Zweden van Wijnbergen zegt hier gewoon veel sneller verkopen. Ja, en even erbij zeggen, als jij een staatsbelang houdt, gouden aandeel of minderheidsbelang, dan introduceer je geen lange horizon, maar korte termijn politieke inmenging. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil hebben bij een bank. Dat is over de hele wereld door een recept voor rampen geweest. Zou het in Nederland ook zijn, dat moet je dus gewoon nooit doen. Je verkoopt hem wel of je verkoopt hem niet, maar niet zo halverwege. Ja, de mogelijkheid van een pensioenfonds is een heel ander verhaal. Dat is, dan ga je kijken aan wie wil je verkopen. Nou ja, daar zul je dan een heel proces voor in gang moeten zetten. Dan kun je het over hebben, maar dat is een ander verhaal. Je moet hem wel nu verkopen. En iets anders is ook dat in lijn 1 Sylvester Eifinger en Zweden van Wijnbergen ooit eens zullen worden. Ik dank de hoogleraar uit Tilburg. In ieder geval wel duidelijk geschetst dat er dus inderdaad gewoon verschillend gedacht wordt. Dat er varianten zijn voor dit belangrijke dossier. Inmiddels ook een luisteraar aan de lijn. Nogmaals bedankt trouwens, Sylvester Eifinger. Ralf, wat is jouw idee? Goedemorgen. Ik beluister ook met belangstelling naar de deskundigen die het zoals gebruikelijk vaak niet met elkaar eens zijn. En dat is zeker op economisch gebied het geval. Ik ben een consument en ik heb dus belang bij een groot aantal zelfstandige banken in Nederland. Dan ontstaat er een goede concurrentie en dat mis ik momenteel. In wezen is ook alleen de Rabobank nog maar volledig zelfstandig. De rest is gebonden met handen en voeten. Dat heeft dus een slecht
gevolg voor de rentestand. En dat wordt dus inderdaad, dat zie je dus ook. Ik betaal voor mijn hypotheek een veel te hoge rente. En dat zal niet veranderen zolang de banken dus in staat in overheidsbeheer zijn. Bankieren lijkt mij geen overheidsstaat bij uitstek. En Zweden van Wijnbergen. Ja, nou, deze beller heeft helemaal gelijk. Zolang er staatssteun is, worden door Brusselse regels, is heel raar, worden de banken met staatssteun verboden om prijsleider te zijn. Nou ja, als je de ING en de ABN AMRO verbiedt om prijsleider te zijn, dan is de Rabo de enige die überhaupt iets doet. En ja, uw beller heeft gelijk. Dat leidt tot te hoge rentetarieven voor consumenten. En de enige oplossing daarvoor is gewoon ophouden met die staatssteun en ophouden met die staatsinmenging. En dat laat de ING zijn schuld terugbetalen. Dat willen ze. Dijsselbloem had al tegen. Maar de ING wil dat nu doen. Die zou vandaag van die staatssteun af willen. En verkoop ABN AMRO volledig. SNS, zo gauw het op orde is, dat is nu nog een beetje een overgangsproces. Maar dat moet binnenkort ook, dat zal over 1 of 2 jaar ook moeten. En dan gaat er gebeuren wat die beller terecht wil. Namelijk gewoon gezonde concurrerende banken waar de consument alleen maar van profiteert. Dankjewel, Ralf. Een lezer van de Telegraaf heeft gereageerd in de Gezond Verstand krant zelf. Met de vraag, kunnen we het geld wat we niet terugkrijgen van de ABN AMRO niet omzetten in een lening aan de belastingbetaler? Ja, ik denk dat ik wel begrijp wat hij bedoelt. Kijk, een deel van het geld wat de staat kwijt is, geraakt naar ABN AMRO, was een lening. U gaf aan dat er ongeveer 17 miljard betaald aan zeg maar de Belgen, Fortis, om ABN AMRO eruit te kopen. Maar dat is ook nog eens een keer een lening van ongeveer zo'n bedrag die gegeven moest worden om de ABN AMRO overeind te houden, omdat Fortis eruit ging, is omgezet in aandelen. Dus in feite is die in ABN AMRO gestopt. Nou, wat deze beller zegt is, ja, kunnen die lening niet weer gewoon terugmaken in een lening en die moet ABN AMRO maar betalen als ze ooit weer geld verdienen. Ja, dat kan. Alleen zul je dan, ja, als jij dus met een lening van 13 miljard opzadelt, ga je bij de verkoop 13 miljard minder krijgen. Dus in feite wat deze beller zou bewerkstelligen is dat de verkoopopbrengst met iets minder dan 13 miljard verlaagd wordt en dat hij daarop moet wachten, moet hopen dat het goed komt. Dat lijkt mij onverstandig beleid. Ik zou dat niet doen. Maar een lezer of een beller wil graag ook wat terugzien. Ja, beschouwt het toch voor een deel ook als zijn eigen geld? Dat is ook zo. Maar hij moet realiseren dat als die lening blijft staan bij ABN AMRO en die moet dus terugbetaald worden, dat hij dan ongeveer een vergelijkbaar bedrag minder gaat krijgen bij de verkoop. Je kunt niet en je geld nu krijgen en je geld straks. Het is een van de twee. En wil je het straks hebben, dan betekent dat je weer met dat staatseigendom zit. Opnieuw een reactie van ditmaal Anton. Een beetje in de trant van wat Sylvester Eifinger net vertelde, maar dan gewoon wat krasser. Die ja. Anton zegt, deze domme regering wil ABN nu alleen verkopen omdat ze geld nodig heeft. Nee. Dit kabinet had beter via de ABN alle mensen die nergens een hypotheek konden krijgen kunnen helpen, waardoor de huizenmarkt weer op gang zou komen en de economie een impuls krijgt. Ja, nou, de regering verkoopt ABN AMRO niet omdat ze geld nodig heeft, want de staat heeft nog nooit zo makkelijk schuld uit kunnen geven als nu. De rente is zelfs even bijna onder nul geweest voor heel kortlopend papier. De lange termijn rente zit ergens rond de 2%. Dat is in geen anderhalve eeuw zo laag geweest. Dus dat klopt niet, daarom doen ze het niet. De regering wil het verkopen omdat de regering vindt, net als ik, dat bankieren geen staatszaak is. En wat deze beller of e-mailer zei, van kunnen ze niet beter gewoon aan ons goedkope hypotheek geven? Ja, dat ga je juist krijgen als er weer concurrentie is in die bankenwereld. En daarvoor moeten ze juist die ABN verkopen. Want ABN mag nu niet agressief opereren op die hypotheekmarkt. Dat is hun verboden door Brussel, net zoals de ING het niet mag, omdat ze staatssteun hebben. En dan vindt Brussel dat werkt concurrentievervalsend. Dus als je goedkope hypotheken wil, dan moet je juist voor de verkoop van ABN AMRO zijn. Hoe meer concurrentie in die bankenwereld, hoe beter het wordt voor de consument. En wat wel vaker ook in de discussie in de bus blijkt, en dat merk je ook aan de emoties en de argumentaties, het is niet allemaal gewoon calculeren. Het is niet allemaal met grafieken. Het is heel veel psychologie. Psychologie komt erbij. Ja, dat snap ik ook wel. Zeker in die bankwereld. Want dat waren natuurlijk mensen die zichzelf uitzonderlijk goed bedeelden. Belachelijke salarissen betaald. Zelfs die vette bankiers. Vette bankiers. De man die in feite het hele opblaasscenario geleid heeft. Groenink is met 30 miljoen weggegaan als beloning voor zijn vader. Rijkman Groenink, grote bonus. Ja, 30 miljoen vind ik nogal wat als je bank opgeblazen wordt. Te veel. Ja, natuurlijk. Maar goed, dus ik begrijp best dat daar een soort verontwaardiging over is. Maar ja, de beste manier om uiteindelijk
is niet om te zeggen, nou, dan houden we die bank zelf maar. Want dat werkt, ja, dan krijg je alleen maar alle problemen van staatsbanken. En het geld van die bonus krijg je niet terug. Dus begrijpelijk, maar niet een logische reactie om te zeggen, nou, dan willen we hem niet verkopen. Nee. Meneer Van der Heuvel aan de telefoon, die het niet eens is met de verkoop. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Van der Heuvel. Nou, ik ben het helemaal in zoverre niet eens. Het zal straks weer blijken. Meneer Bos, van de Partij van de Arbeid, heeft met een hele grote mond gezegd. Wij kopen dus de ABN AMRO Bank en we kopen hem straks weer met winst. En niet blijkt dus dat meneer Dijsselbloem, ook van de Partij van de Arbeid, het liefst morgen van de bank af wil. Dan moet er weer een aantal miljarden achteraan, want hij brengt niet op die 16,8 miljard. En het resultaat is dat Jan met de pet weer Jan met de korte achternaam wordt. Die rooien hebben het allemaal weer op hun geweten, meneer Van der Heuvel. Kijk, er was niet zoveel alternatief mogelijk. Kijk, ABN AMRO was de grootste bank in Nederland. En die werd overigens niet door fouten van ABN AMRO zelf, maar door gerotzooi in Fortis in België, werd echt de afgrond ingetrokken. Het zou letterlijk failliet gegaan zijn, zou een ongelooflijke puinhoop hebben opgeleverd. En het hele Nederlandse systeem zou volledig in elkaar gestort zijn als Bos niet opgetreden had. Bos heeft dat goed gedaan. Er is een heel debat of hij te veel betaald heeft. Nou, hij zal vast meer betaald hebben dan de marktwaarde. Het gaat er ook niet over of hij nou wel of niet Partij van de Arbeid minister is. Nee, dat had elke andere minister net zo gedaan. Hij heeft gedaan wat moest, ja, blijkbaar. Ik denk dat als hij niet ingegrepen had, ABN AMRO zat met zijn vingers overal. Dan had je de hele Nederlandse economie was gestopt. Dat was een ramp geweest. Die had andere banken meegetrokken. Dat gebeurt nooit. Er is geen land ter wereld waar zo'n bank gewoon het failliet ingejaagd wordt. Dat kan niet. En anderszins doet Gerrit Salmen toch weer goed keurige VVD'er. Dat klopt. Gerrit Salmen is daar benoemd. En ja, er wordt in allerlei kranten kritiek omgeleverd. Ik vind eerlijk gezegd, als je daar zo van buitenaf naar kijkt, dat hij die bank heel netjes en rustig vaarwater gebracht heeft. Nogmaals, er hangt geen partijpolitiek plaatje aan. Nee. Dit soort ingrepen is overal gebeurd door alle soorten regeringen. Je kan niet anders. Als een bank als ABN AMRO, die toen de grootste bank van Nederland was, als die helemaal in rook opdreigt te gaan, dan creëer je zo'n enorme chaos, niet alleen in de bankwereld, maar ook in de reële wereld waar echt gewerkt wordt. Dat wil je niemand aandoen. Dan kom je er niet omheen. Zo, dit is een systeembank, die trekt het hele systeem mee als hij disorderly, als hij rommelig in elkaar stort. Dat kan niet. Geen financiënminister zal het laten gebeuren. Zelfs een PVV-minister zal dat niet doen. Dat kan gewoon niet. Dus het heeft niets met PvdA te maken. PVV-minister? Ja, die, is dat ook nog een optie? Nou, dat lijkt me geen goede optie. Nee. We hebben ooit eens een LPF-minister van Economische Zaken gehad. Nou, meneer Heijsbroek was dat? Ja, dat ging volledig de mist in. Volgens mij zat hij hier ook in zo'n laan, maar goed. Dat is een ander verhaal. Die woonde hier vlakbij. Maar over emoties gesproken, of ze nou wel of niet aan de telefoon komen, het is iets waar iedereen toch rekening mee moet houden. Zo'n Jos bijvoorbeeld hier. Door alle escapades van de Nederlandse regering is de belastingbetaler weer de schuld. Een verlies van zo'n 15 miljard. Dat soort dingen leven, blijven leven. Ja, dat begrijp ik ook wel. Dat is ook niet ten onrechte. Het enige is, door die ABN AMRO niet te verkopen, ontsnap je niet aan dat verlies. Je moet hier een beetje zakelijk instaan van wat is vooruitkijkend de beste deal voor de Nederlandse belastingbetaler, voor de Nederlandse economie. Uit een soort wraak allerlei dingen doen die eigenlijk neerkomen op jezelf en je eigen voet schieten, is niet heel logisch. Wel begrijpelijk, maar ja, je schiet er niet zoveel mee op. Kijk, dat geld raken ze niet kwijt door vol te gaan speculeren zoals Eifringer wil. Die wil een beetje Erik Staal op nationaal niveau gaan uithangen. Nou, daar schiet uiteindelijk de belastingbetaler ook niets meer op. Net zo min als Vestia opgeschoten is met dat derivatenbeleid. Niet staalbankieren, maar niet. Wel nog eens even kijken. Dat is een echte staalbank. Even kijken naar een strategie voor de toekomst. Er zijn van allerlei variabelen mogelijk. Maar hoe groot is de kans, de optie, dat dit hele circus zich over 5 jaar weer herhaalt? Moet er geen veiligheid worden ingebouwd? Als er niks zou gebeuren vergeleken met 5 jaar geleden, dan was die kans behoorlijk groot. Dat hebben we gezien. Dus het één kan gebeuren, kan nog een keer gebeuren. Maar er gebeurt wel iets. Er wordt wereldwijd heel veel druk gelegd op de grotere buffers opbouw binnen die banken. Die mogen niet meer zoveel met geleend vermogen werken. Die moeten echt meer kapitaal hebben. Die moeten dus, waardoor ze wat meer verliezen kunnen hebben als het een keer slecht gaat. Dat wordt wereldwijd afgedwongen. Door de groep van centrale banken. Die zitten bij een clubje bij elkaar. Dat heet de bank, de BIS in Basel.
Die bepalen eigenlijk hoe banken, hoe toezicht uitgevoerd wordt op banken. En daar hoort onder andere bij dat kapitaal meer dan verdubbeld moet worden. Ik denk eigenlijk dat dat nog te weinig is. Dat het nog verder zou moeten gaan. Dat is de enige echte oplossing. Als je de belastingbetaler weg wil houden van het redden van banken, moeten die banken gewoon een stuk robuuster worden. Minder riskant gefinancierd, meer eigen vermogen en minder geleend geld. En restricties op allerlei rare Erik Staal beleggingsbeleid binnen de banken. Vroeger, nu niet meer, maar een paar jaar terug, waren die banken geweldig aan het speculeren. Dat heette handelen voor eigen rekening. Nou, dat wordt verboden, dan wel ingeperkt. Dus de vette bankiers hebben ook geleerd. Nou ja, dit is niet of ze, ik weet niet of ze dat geleerd hebben. Het wordt ze afgedwongen. Het is noodzaak, pure, bittere noodzaak. Het wordt ook afgedwongen. Het wordt door toezichthouders afgedwongen. En dat is terecht. Die toezichthouders zijn eindelijk wakker geworden. Die hebben voor die crisis zitten slapen. Waren uitgebreid gewaarschuwd. Hebben gewoon niet opgelet. Maar nu letten ze wel op. En dat gaat wel de goede kant op. Nog heel kort. Wordt die verkocht of niet, de ABN AMRO Bank? Ik denk het wel. Nou, dat is duidelijk. Kan Jeroen Dijsselbloem gewoon in zijn zak steken of meenemen in de discussie. Dit was heel mooi hier op de Hilversumse Laan. Zweden van Wijnbergen, dank dat u weer in de bus was. En zometeen de gids. En veel wijsheid bij de verkoop. Felix, jongen, gefeliciteerd namens het hele Dream Team van Lijn 1. Starten, groeien, succesvol worden en blijven. Deze zomer ontmoeten start-ups de topondernemers uit hun branche bij Tros in Bedrijf. Met Daniel Ropers van bol.com. De meeste bedrijven die zeggen dat ze echt vanuit de klant denken, die kunnen dat eigenlijk helemaal niet waarmaken. En zaterdag Peter Driessen van Speelgames over nieuwe verdienmodellen in de game-industrie. We hebben zo'n 500.000 mensen die zich registreren elke week. De gamemarkt is booming, vooral de online gamemarkt. Zaterdag om 12:15, Tros in Bedrijf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij hebben geen winkelpanden, geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers. Daarom heeft mkbkantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijkt u zelf maar op mkbkantoorartikelen.nl. Nee, zo kan ik het niet lezen. Iets verder weg, Henk. Zo. Nee, nog verder. Zo. Nee, nog verder. Zo dan. Ja, prima. Wil jij de krant na mij? Ook zo toe aan één bril voor veraf en dichtbij? Kom dan nu naar de Varifocus overstapweken bij Hans Anders. U heeft dan een Varifocus bril met kraswerende en superontspiegelde glazen voor €149. Kom dus snel naar Hans Anders. Vraag naar de voorwaarden. Zweden zijn praktisch. Misschien herkent u het. Zit u net aan uw voorgerecht in uw favoriete restaurant? Begint u opeens te twijfelen of uw auto wel op slot staat? Met Volvo On Call kunt u uw auto via uw smartphone op afstand vergrendelen en direct weer ongestoord verder genieten. Slim en heel praktisch. Ontdek alle innovaties van de Volvo V70 op volvocars.nl. Wij hebben geen verkopers met leaseauto's en bonussen. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt de Volvo V70 met 20% bijtelling, ook als automaat. Ontdek de V70 op volvocars.nl. Elf uur. Dit is Radio 1 met Felix Murders. Nog even dankjewel Jeroen en het Dream Team van Lijn 1. Zometeen in de gids.fm. Het onderlopen van de Hedwiegepolder is nog steeds een twistappel. Het NOS Journaal nu met Dorald Megens. Frankrijk vindt dat de internationale gemeenschap met kracht moet reageren als blijkt dat gisteren in Syrië gifgas is ingezet tegen burgers. Minister van Buitenlandse Zaken Fabius zei dat hij niet denkt aan het sturen van troepen als de VN-veiligheidsraad niet tot een